Pieter. Volgens mij zitten we in de mooiste boekenwinkel van Nederland, hè? Vind ik wel. In een kerk. Stel, je bent een keertje hier en dan zie je al je boeken zo uitgestald. Ja, dat is gewoon heel bijzonder nog steeds. Ja. Om je boeken in de winkel te zien liggen. Wanneer ben je begonnen met het schrijven van boeken? En hoe oud was je toen? Mijn eerste boek schreef ik in 2011. En toen was ik 36. Dat was Flo en Stiekel. Want had je vroeger meteen al het idee, ik wil kinderboeken schrijven worden? Überhaupt schrijver? Totaal niet. Nee? Geen nul optie die daarbij uitkwam. Want wat was je dan hiervoor? Ik ben postbode geweest, ik heb bij de douane gewerkt, ik heb in een chocoladefabriek gewerkt, ik ben verpleegkundige geweest en volgens mij kan ik nog even doorgaan zo. Ik heb echt zoveel baantjes gehad. Ja, maar nu wel je droombaan. Ja. Ja, ik hoef niks anders dan dit. Hoi Pieter, wat vind je zo leuk aan boeken schrijven? Groetjes Pieter. Hey. Kijk, dat zijn de beste. Yeah. Pieters. Ja, het leukste is gewoon dat je... Ik heb gewoon heel veel fantasie. En dat ik alles kan doen wat ik maar wil. Als ik denk, er moet een zwervende vliegend winkelwagentje, dan kan ik dat doen. Dat vind ik het allerleukste aan schrijven, dat ik iets maak wat er nog niet is. Ik heb ergens gelezen dat jij heavy metal op hebt staan als je aan het schrijven bent. Ik luister hardstyle. Hardstyle? Ja. Laat het even horen wat je aan hebt staan. En dan uit de speaker zo. Ja, op mijn koptelefoon. Ja. Maar ik zal hem stopzetten. Ja, doe maar. Okay. Ik kan niet zo concentreren. Nee, maar ik zal het uitleggen. Het sluit de buitenwereld af. En ik geloof echt wel dat dit voor een hele hoop mensen niet werkt. Maar voor mij met mijn ADHD-hoofd. Ik kom in een soort zone terecht die werkt. En waardoor ik niet afgeleid word. Pieter, ik had een vraag. Had jij vroeger ook zoveel fantasie? Doei, groetjes van Marit. Ja, ik had heel veel fantasie. Echt heel veel fantasie. Hoe was je als kind? Druk. rotjochie. Vooral heel veel buitenspelen. Klieren. Raampjes ingooien. Fikjes steken. Oké, dus een jochie met veel fantasie dat zich niet heel goed aan de regels hield? Nee, regels waren altijd een ding. Nog steeds? Soms wel. Kijk, ik snap echt wel dat je niet door rood moet rijden. En dat doe ik ook niet, weet je wel. Maar sommige regels zijn gewoon stom. Zoals? Tijdens het eten moet je pet af. Oh ja. Waarom? Niemand heeft me nog uit kunnen leggen waarom. Dikke vette onzin gewoon, weet je wel. Dus ja. Wat was je lievelingsboek toen je vroeger klein was? Dat is een hele makkelijke vraag. Nou, laat me zien. Loopt u maar even mee. Even kijken. De Griezels. Het is vies, het is brutaal, het is stout. Ja, alles wat mij als boefje aansprak als kind. Tofste boek voor papa en mama. Dit is echt leuk voor volwassenen. Het is gewoon echt een goed verhaal wat goed in elkaar steekt. Lekkere sfeer erin, goede personages, mooie diepgang, goed geschreven. Boek met de mooiste tekeningen. Wat ik de allermooiste illustraties vind, dat zijn de illustraties van Linde Vaas. Als je hier gewoon doorheen kijkt, dit zijn toch gewoon praktisch schilderijen die je aan de muur kan hangen. Het dikste boek ooit gelezen. Het is best dik, toch? Ja. Wat voor boek is het? Een fantasyboek. Ja, dit zijn echt toffe boeken. Favoriete schrijver? De sfeer die in deze boeken van haar zit. Zo gauw er een boek van haar uitkomt, wil ik het gelijk hebben. Lucy Strange. Ja, het is wel voor wat oudere kinderen. Hoi, Pieter de Koolwijk. Onze vraag is, op wie lijk jij het best voor je personage? Doei! Ja, dan denk ik toch dat ik toch voor Ivo uit Baas van de Wereld ga. De ADHD'er. De ADHD'er. Ja. Eigenlijk zit in al mijn personages een stukje Pieter. Ja? Ja. Goos, het gaat over een denkbeeldig vriendje. Luna, die hoort stemmen in haar hoofd. Waarom schrijf je daarover? Ik vind blijkbaar mensen die anders zijn, kinderen die anders zijn, ontzettend interessant. Ook omdat ik zelf als kind me altijd anders gevoeld heb met de ADHD. Als ik hoor over Goos, het Luna-missie afbreken, wat dat betekent heeft voor kinderen. Voor jochies, meisjes met ADHD. Een meisje met autisme die Luna stuk gelezen heeft en zegt, dit is mijn lievelingsboek. Een jongetje die mij mailt omdat hij stemmen in zijn hoofd heeft en zegt, maar dit gaat over mij. Dat ik achteraf zo blij ben dat ik ze geschreven heb en denk, dit is heel belangrijk. Vind je het spannend om het kinderboeken geschenk te schrijven? Doei! Ja, het geschenk. Het geschenk. Nou, ik vind het niet meer spannend, want ik heb hem geschreven. Je hebt hem geschreven, hij is inmiddels geschreven. Ja, maar het was wel spannend, ja. Moet dan voor dan af, mag niet langer dan dit zijn. Ik wil dit er wel in hebben. Er gaan heel veel mensen lezen en dat is ook spannend. Ik heb hem inmiddels ook gelezen. En ik heb vooral heel hard gelacht als de hoofdpersoon bij een scheldfabriek aankomen. De scheldfabriek, ja. Ik noem even een paar. Dat mag. Kaksnorkel, apendarm, knurf de kop. Snotlikker. Ik vroeg me af, hoe kom je op deze woorden? Ik wilde dus scheldwoorden in hebben vanwege dat mijn hoofdpersoon ook eens zou ervaren hoe het is als je zelf gepest wordt of als je geen leuke dingen hoort. Maar ik wilde geen woorden hebben die waar iemand verdrietig van zou worden, die pijn zouden doen. Dus daar heb ik heel hard over na zitten denken. En dat was heel leuk om te doen. Ja, ik wou net zeggen, ik was veel lol aan gehad. Ja, ontzettend veel lol aan gehad. Daar, je was te vroeg! Nee, jij was te laat! Wat nou, jij was te vroeg?